So waar is was allemaal? Oké, ik denk ons moet begin roep. Wat is hulle name? Kobes, Kobes, Kobes. Ja, Tannie. Wow, hallo Kobes. Oké. Dan is het Nicola, Nicola. Hallo, hallo. Dan. Wat is dat dude zijn naam? Het is weer daar. Ik ken jou daar niet. Die hebben op de kruis gegeven. Konai! Konai! Hallo Konai! Ik voel zeer gemaakt. Ons kort, de Shelly. Klies! Kishal! Ik roep jullie. Ja, nee, als ik het gezien heb. Oké, goed. Dit is de doen met ons reeks. Het gaan over discipelschap. Maar nou, een discipel is iemand dat Jezus volgt. Dus dat zijn 12 vrienden geweest. Yes. So, ons wil allemaal leren om een discipel te worden van Jezus. So, om Jezus te volgen en hoe om anderen iets te vertellen en te leren te wijzen hoe om weer een discipel te worden van Jezus. Ja. Oké. Okay. So, de eerste ding dat ons moet weten dat jij. Verskoon my asseblief. Wat het jy dit gekry? Okay, so die eerste ding, as jy begin dit begin, dink nummer 1. Genesis, waar ons... Nee, lees dit. Daar was lig. So, nummer 1 is, die eerste ding is, jy moet al jou hart vir die Here gegee het. Jy het al jou hart vir die Here gegee? Ja! Nie letterlik nie. Het julle? Dank jullie Michel. Het julle al jou hart, dank jullie Nicola. Het julle al jou hart vir die Here gegee? Dink julle sê, ek hoop so. Okay, mooi. So, je moet al dat besluit genoeg, het is baie belangrijk. Dan, die volgende ding wat je moet doen is, jy moet raag leven. Want je kan niet ander mense goed wil wijs of wil leer, as jy dit self nie raag doen. Ja, jy noem het een hypocrit. Hypopotamus. Hypo. Oké, okay, so in ieder geval, so om dit raag te doen, om raag te leren, dat beteken, dat je denkt van, voor ik Jezus geken het, en hart van gegeet, alsof in de oude leven, het heeft baie verkeerde dingen gedoen en gesê. Ja. Net Jesus in my hart, als in een nieuwe leven. Ja, een beter leven. So, ek doen dingen anders. Oeh. En dit betekent ook, jy moet gereeld Bijbel lees en bid, want jy moet de verhouding in die Here, dit is baie belangrijk. Dit is ons al goed leren in die Bijbel. Yes. Die staan in die Bijbel. Dat is belangrijk. Staan in die Bijbel. Baie belangrijk. Want lees jou Bijbel. Bid elke dag. Bedankt. So om dit te doen met ons anders wees. Nou, dit betekent ja. Ons niet ons lig laat skyn. So Matteus 5, nee, Bybelvers. Oké. Matteus 5 vers 16 sê vir ons die volgende, ne? Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien, en luister die gevolg, want kan sien, en dan, julle Vader in die hemel is verheerlik. Hulle moet die goeie goed kan sien. Ja. Anders gaan hulle nie weet die Here wat in jou is nie. Verstaan? Ja. Hulle liggie skyn. Ja. Laat my oor sê. Letterlik. Wow. Ja, vergeet. Okay. Ja. Mentally. Soos hoe jy lewe. Okay, so ons hoe jy lewe. Ek het nie af nie. Wat? Jy het, jy sien val nie. Jy het die lang hare nie. Hoe ek lewe. Shankonai. Oké, goed. So, ons moet ons lig laat skyn, want ons wil vir ander mense wys hoe lyk 'n disipel van Jesus. Dink dit is son? Ja! So, dit is baie belangrijk. So, ons moet ons lig laat skyn en weer. Ja. En weer. Nota bene. Ja. Nota bene. Oké, so, belangrijk. Ons moet gaan uitgaan in die wereld. Ons het belangrike vers. Vertel Johannes 3 vers. Jy het ons nie vers. Nie een video. Ons nie vers. Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo,
lewe sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Dankie Kobus. Baie mooi Kobus. Okay, so ons het 'n belangrike boodskap. Ja, wat uitdra, né? Jesus sê in Matteus ook gaan uit na al die nasies en maak hulle my disippels. Okay. So, moenie uitgaan nie. Nee, nee, nie nou nie. As ons die video. Okay. Ja, Kobus. So. Lekker oggend vir julle. Okay. Ons gaan ons gaan uitgaan in die wêreld. Yes. See you.